Zal ik dan maar gelijk het volgende nummer opzetten? Ik denk dat je zo moet gaan of zo. Of niet, Lisa? Denk je? Ja. Oké, prima. Doen we dat? Ja, doe nog gelijk een nummertje op. Ja, dan doen we een nummertje van mij en mama. Oh? Dat vinden wij leuk. Daar komt ie. Ja, want eigenlijk houden we niet van Nederlandstalige muziek. Nee, we houden niet van Nederlandstalige muziek. We hebben informatie voor iedereen die bij ons komt. We haten Nederlandstalige muziek. Nee, dat is overdreven. Dat is overdreven. Papa. Maar privé zullen wij dat niet doen. Poppen deze mevrouw. Ja, sportmappen. Ja, maar altijd al jaren. Als je hier toch in donker langs rijdt, dan schrik je eigenlijk toch helemaal de kleren. Ja. En waarom? Nou ja, dat weet ik ook niet. Maar groot ook. Ja, maar die hebben er altijd gestaan. Ik snap het niet.
Dat bel trilt wel heel erg, hè, van die Joki, karaoke. Die niet. Oh. Die stabiliseert het. Dat is wat eigenlijk, dit is ook heel dat scherp. Hoop, ja. Zonnepanelen. Maar dit is, ik weet niet, ik kan hem wel vragen. Hé, hey, jullie thuis, thuis voor de baas, trillen wij nu heel erg? Op jullie scherm? Of wordt dat ook along the way gestabiliseerd? Hé, hey, dat is die andere rode. Cynthia. Cynthia. Oh, ik wil hem aan Lisa geven, hij is helemaal niet van Lisa. Oké, okay, we gaan nu tempo maken, dus komt hij mij echt te laat. There ain't no mountain high. Hebben we er nog één, hè? Dat is onze muziek, hè? Ja, we hebben nog één. Maar jullie houden niet van Nederlandstalige muziek? Nee, dat is overdreven. Dat is overdreven. Maar als je moet kiezen voor een feestje, Lisa niet. Ik hou er echt niet van. Lisa houdt wat is jouw... Kijk uit, ja, maar moet gewoon even wachten. Ik hou van hele mooie, dramatische, amazing muziek. Zeg maar. En onze liefst. Ja, die heeft je buik ingaan. Mijn lievelingsnummer is een Portugees nummer. Serieus? Ja. Maar jij spreekt, je staat op jou, ik heb jou een beetje gesnuffeld. Ja. Maar er staat dat jij in Griekenland woont. Nou, ik heb afgelopen zomers 3 maanden in Skiathos geboekt. Aha. En ik leer ook Griekse taal. Ja. En ja, dat een beetje. Maar ik woon er niet hoor, ik woon gewoon op deze straat. Ja, precies. Ik denk, nou ja, misschien. Ze zeggen altijd als je iets heel graag wil, dan moet je er al zijn en beleven en doen. Ja, zoiets. En misschien als je dat zo ziet. Zo doen we dat. Oh, oké. Okay. Nou, jawel. Nou, hebben wij nog één nummer voor jou, voordat we dan weer op de Westerstraat zijn. Ja. En dat is van onze gewaardeerde vriend Yves Berendsen. Oké. Okay. Zing in jou. Oh, lekker hè. Oh. Je keek me lachend aan. Deze avond zou wel eens heel anders kunnen gaan. Oh, je zegt ga je mee? Ik weet een leuk café. Stay.
zeg. Lieve Lisa, jij moet naar de tandarts. Ja, je moet maar echt, je gaat niet weg voordat je een speeltje hebt. Hier, van Alzheimer. Dankjewel. En vergeet me niet, ja. Nee. Ik ga je eruit. Ja, vergeet me niet, ja. Ik vergeet je niet. Vergeet me niet, ja. Bedankt dat je mee wilde rijden. Ja, graag gedaan. In mijn wagentje met alle obstakels. Het was een avontuur. Met heel veel liefde. Het was een avontuur. Was heel ik durf hem niet los te laten, jongens. Kom hier, ik hou die handrem vast. Nee, het kan. Het kan. Het moet, je bekijkt het maar. Mijn kind moet uitstappen. Ja, ik hou gewoon mijn hand, mijn voet erop. Ja. Straks rijdt hij weg terwijl ze er half uit hangt. Nou, dat weten jullie misschien ook in de eerste Leeuwenparkstraat, hoor. Nou, ik heb geen idee, maar u moet die kant op. Ja, dat weet ik wel. Deze straat? Ja, de Jordaan is een doolhof, mevrouw. Dus ja. Het enige wat ik weet is dat het aan die kant zit. Duwen! Och, jezus. Ga staan. Zie jij stopt meteen met rollen? Zie je het? Ja. Godverdomme. Oh. Okay. Nou, Jokie. Ik geef je een dikke kus. Heel erg bedankt. Ik vond het heel erg leuk. Ja. Ik hoop. Dankjewel. Dat ik hou gewoon mijn voet op de handrem, hè. Mam, ik zie je later. Want dat ding rijdt gewoon weg. Dames en heren. Doei schat, succes bij de tandarts. Ja, misschien. Oké, helemaal in. Doei. Goed, en we hebben ons aangepast met z'n tweeën. Ja, wat dacht jij? Leuk. Doei schat. Dan moet ik afrekenen zeker, want ja, moet je net maar een kind hebben. Komt-ie. Die stapt uit, die zegt doei. Doei mam. Dag hoor. Zoek je uit lekker even uit. Bedankt. Zoek jij het verder en je regelt het wel met Jokie. Misschien staat nog op het dak. Wat staat op het dak? Misschien. Oh, wat erg. Dat je uitstapt. Serieus. Ik wegrijd. Ja. Zou die al die sinaas over mijn roze pakken. Godverdomme. Ik moet wel Ronald mee hebben. Hè? Ronald zit hier nog in. Ja, die gaan we hier eruit halen. Kijk eens, komt hij aan. Ja, oh, kijk. Jezus hé. Ja, het was maar een ritje wel. Niet te geloven dat je dan ook gewoon live bent. Ik schaam me eigenlijk helemaal te pletter. Ja, hoe kan het nou gebeuren? Ik ben zo voorzichtig met dat ding. Je reed gewoon achteruit zonder te kijken, Jopie. Dat was het, hè? Ja, je reed gewoon achteruit. Gewoon ook zwart op wit op de film. Nee, je kan op de film zien wat je nou precies deed. Ik kan hem terugkijken, ja. Want waarom moesten we naar achteren? Oh, we wilden het straatje in. Nee, je kon het straatje niet in, omdat er een vrachtwagen even verderop stond. Oh, daarom ging je. Dus toen besloot je opeens dat je rechtdoor ging. En toen dacht je, nou, dan ga ik achteruit. Ik heb nog één vraag aan jou. Vraag op, schat. Ik wil hem echt je stellen. Je mag me alles vragen. Het lijkt me leuk. Of ik er antwoord op geef, weet ik niet. Maar... Nee, toen ik deze show zeg maar ontwikkelde, dat kleine ideetje wat uitgegroeid is tot iets hartstikke leuks. Toen had ik een aantal vragen, want ik dacht van ja, ik moet wel ergens over praten met die mensen. Ja. Maar het gaat vanzelf, je komt daar, dus ik heb eigenlijk nog geen vragen gesteld. Je bent de eerste aan wie ik een vraag stel die ik van tevoren had bedacht. En het is de vraag, wat zou jij veranderen in Amsterdam als jij burgemeester zou zijn? Goh, wat zou ik veranderen in Amsterdam als ik burgemeester zou zijn? Als je drie dingen mocht veranderen. Het is een beetje dubbel, want ik ben geneigd om te zeggen dat ik heel veel regeltjes zou afschaffen. Ja. Maar die zijn vooral horeca gerelateerd, want daar word je helemaal gestoord van. Ja. Dit mag wel, dat mag niet, je stoeltje mag niet naast de stip. Welke stip? Ga jij maar eens mensen uitleggen dat je stip op de stoep hebt, omdat het stoeltje niet naast de stip. Welke stip? Ik had het gisteren. Je mag niet roken op het terras, je mag wel roken op het terras. Als je één schotje, twee schotje, nou, het wordt er steeds ingewikkelder van. Echt waar? Koningsdag en Koningsnacht is echt een drama geworden. Om iets leuks te willen doen of kunnen doen, moet je echt... Aan de andere kant denk ik dat er zoveel misbruik gemaakt wordt door heel veel mensen, dat we zonder regels er helemaal één grote puinhoop wordt. Dus ik weet niet zo heel goed of dat een slim idee is. Ik zou het... Hoe was dat vroeger dan? Vroeger niet zo heel veel. Vroeger was het ook een probleem. Het was vroeger ook al een probleem. Wij hebben jaren, mijn familie heeft het Jordaan Festival georganiseerd voor de deur. Dat is begonnen met ons 15-jarig bestaan bij Café Nol. En dat is geëindigd met het 20-jarig bestaan. Toen waren er 2 dagen. En toen begon de gemeente ook al te zeuren. Te veel mensen niet meer kunnen beveiligen. Noem het allemaal maar op. Handtekenenacties gedaan. Petities onder de buren. Noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk is gewoon de stekker eruit getrokken. Ja. En mocht het niet meer. Nee. En dat is nog steeds het geval. Dus wel... Regeltjes, ja, die zijn wel heel vervelend. Maar ja, je zegt wel, je hebt ze wel nodig. Maar het is zijn er wel heel veel. Ja, het zijn er wel heel veel. Dus wat je zou willen veranderen in Amsterdam is dat er gewoon weer een beetje wat meer
zou mogen, zodat de sfeer weer een beetje, weet je, dat we weer een beetje meer feesten mogen leven en zo. Hoe fantastisch het Paradiso verhaal ook is geweest, want dat was het, 50 jaar bestaan was een geweldige avond waar ik apen trots op ben. Ja. Maar het had ook geweldig geweest om een grote tent op de Westerstraat neer te zetten, maar dat mag niet. Mag dat niet meer? Dat mag niet. Want, weet je, dat soort dingen, nee, dat kunnen ze dan niet meer veiligen en dan kunnen ze de veiligheid niet meer garanderen. En, dan hebben ze gezegd, hebben wij geen zicht meer op wie er wel en wie er niet komen. En dan gaan, allemaal dat soort dingen. Ja. Dus wat dat betreft, horeca technisch gezien zouden we de regeltjes wel wat minder willen, maar we hebben wel regeltjes nodig. Ja. De regel die wel veranderd is, is dat jullie veel langer open mogen, toch? Nee. Als vroeger? Nee. Oh. Wij hebben altijd een avondvergunning gehad. Oh. Alleen toen wij hem aanvroegen, of wij, mijn opa in dit geval, toen had nog nooit iemand van geluidsoverlast en milieu en daar waren geen handhavers, er waren helemaal niks. Je liep gewoon naar de gemeente en je zei, ik vind het niks die dagzaak met die gebal gehakt en die kleedjes op de tafel. Ik wil s'avonds een feestje vieren, mag dat? Ja hoor, gaat uw gang meneer. Ja. En nu, inmiddels 50 jaar verder, hebben wij die vergunning nog steeds. Ja. Hebben jullie ook zo'n ding, heb ik eigenlijk nooit op gelet? Je komt nou in cafés, dan hebben ze zelfs een ding hangen die aangeeft hoe hard je muziek staat. Oh nee, dat is zo, zo'n limiter teller of zo? Nee, ik heb wel een limiter op mijn geluid. Dat moet. Ja, dat moet. Dat is dat met zo'n zegel. Met of een verzegelte gedaan. Ja. Maar ik heb nergens staan hoe hard ik muziek mag draaien. Nee. Ik heb wel staan hoeveel mensen er naar binnen mogen. Oké, dus daar zit ook wel regels aan. Ja, die zitten wel aan. Er wordt niet geteld op. Is Lisa degene die jou op gaat volgen? Dat hoop ik wel. Dat hoop ik wel. Dat is wel de insteek van het hele verhaal. Hoe oud kan je hier wel... Je kan hier volgens mij met horecatijgen net zo oud worden als dat je kan zingen en optreden volgens mij. Er zit geen leeftijd aan. Het is zo zwaar. Buiten zwaar. Ik vind als je op een gegeven moment... op een gegeven moment moet je op een bepaalde leeftijd moet je denken, oké, dit moet ik niet meer doen. En dan ga je naar het buitenland. Want jij bent echt helemaal in shock van de zon, hè? Ja, en toch weet ik niet of ik dat zou doen. Niet voor definitief bedoeling. Nee, ik zie mezelf ook niet zo in mijn eentje in Griekenland op een eiland zitten. Zo van, wat zit ik hier nou leuk? Hoezo in je eentje? Denk je dat je alleen blijft? Nou ja, dat weet ik niet. Zitten er gelukkig wel? Ik ben 12 jaar geleden gescheiden. Toen zei iedereen tegen mij, jij blijft niet lang alleen. Nou, we zijn inmiddels 12 jaar verder. Inmiddels deze alleen. Heb je ook nooit een vriend gehad? Dus ik ben gewoon een heel lastig wijf, denk ik. Mm-hmm. Vind ik niet, ik hoor. Denk ook, ik helemaal niet. Nee, maar ik denk dat hoe langer je alleen blijft, dat het dan wel steeds moeilijker wordt. Dat is altijd niet? Zo'n mooie theorie. Die vind ik ook bullshit. Hoezo? Oh, oké. Hoezo? Ja, weet ik niet. Dat je dan steeds meer... Als je gewoon aanpast aan mij, is er helemaal niks aan de hand. Gaat het helemaal goed? We zoeken een man, het liefst iets groter. Maar het maakt ook niet uit hoe hij eruit ziet als je maar aanpast. Nou, moet wel lekker het maakt wel uit hoe die eruit ziet. Nou, dacht ik. En ik wil ook niet meer één keer in de twee weken naar Artes lopen of de Efteling. Daar ben ik ook klaar mee. En ik wil ook niet meer achter op de fiets. Heb ik allemaal de leeftijd niet meer voor. Hij moet toch op zijn minst wel in een auto rijden. Ze rijden waar ze hebben een scooter. Tegenwoordig, ik vind het allemaal van die kneus. Ja. Dat is wel een dingetje. Ja, de leukste heb ik natuurlijk. Dus die is ja, de leukste heb jij. Ja, die moet je ook zeker houden. Ja, dat ga ik ook zeker doen. Die moet je zeker houden. Ik heb fantastische ouders gehad die ook heel gelukkig getrouwd waren. Misschien is dat wel het probleem. Ja. Nee, dat je de lat wat hoger ligt. Dat je denkt, vader maar ken ik toch? Ja, dat denk ik wel dat je mijn vader kent. Ja, die heb ik toen toch een paar keer gezien. Knappe kerel. Jeetje mina. Echt waar, die zag, dus ik zag ook meteen dat het jouw vader was. We hebben het niet van een vreemde allemaal. Nee, want jij hebt nog een broer ook, toch? Ik heb nog een broer ook. Ja, ook een hele leuke kerel. Ja, die heb ik toen ontmoet. Waar waren we dan ook weer? Nee, ik heb geen idee. Ik vraag me echt af waar je ze allemaal ontmoeten. Niet Paradiso. Ja, ook, maar daar heb ik niet echt met ze gesproken. Maar op de bruiloft van Martijn en Elliot. Ja, Tobi's zoon en schoondochter. Maar weet je nou hoe het geschiedenisverhaal in elkaar steekt? Van Nol, nee, ik heb eigenlijk altijd fladden. Ik heb wel wat fladden van jou wel eens gehoord. En Tobias, die praten altijd mee. En dan zitten we natuurlijk vaak in een busje, moeten we ergens heen en opletten. En, dus vertel, zou ik zeggen. In 1966 hebben mijn grootouders, dus mijn opa en oma, Café Nol gekocht. Die hebben dat toen geopend. Dat is eigenlijk vanaf de eerste dag een enorm succes geweest. Omdat mijn oma heel erg gek was op homofielen. Waardoor Johnny Jordaan eigenlijk kind aan huis was. Oh, yeah. En Willy Alberti kwam, maar niet dat dat nou een homofiel was, maar Willy Alberti kwam zo snel. Tante Leen kwam al snel. Mijn opa kwam uit de Mercurius. Dat was een café op de Nieuwe Dijk. En dat was ontzettend populair en druk, dus iedereen kon ze.
Toen zijn ze gaan werken met hun drie kinderen. Waarvan dus één mijn moeder. En twee hun twee zoons, Nolly en Toby. Die liepen in de zaal. Dus de constructie zoals wij nu werken, die was precies hetzelfde. En mijn opa stond aan de deur. En alles wat aangetrouwd was en wat meekwam, dat kreeg op de een of andere manier wel een functie binnen het bedrijf. Dus mijn tante Ans, die later de eigenares is geweest, heeft nog in de garderobe gewerkt. En Toby's tweede vrouw. Ja, sorry Toby. Eerste vrouw werkte in de garderobe. Tweede vrouw werkte achter de bar. Ja. Toby's heeft het druk gehad. En, maar zo zijn ze eigenlijk ooit begonnen. Toen na 15 jaar zijn mijn grootouders gestopt. Want die waren best wel op leeftijd toen ze Café Nol kochten. Dat is die dat is dat prachtige schilderij waarvan iedereen denkt dat het Johnny Jordaan is en dat leeft. Dat is niet helemaal waar, dat zijn mijn opa en oma. Ja. Toen hebben de drie kinderen, die hebben het overgenomen. Hm. Dus mijn moeder en haar twee broers. En vandaar dat Toby eigenaar van Café Nol is geweest. Ja. Met z'n drieën. Ja, toen hebben ze het heel lang met z'n drieën gedaan. Ja. Toen is mijn moeder op een gegeven moment gestopt. Toby is naar het Leidseplein toe gegaan, is de family begonnen. Die is op een gegeven moment ziek geworden en ook gestopt. En toen hebben mijn oom en tante, dus mijn moeder, de oudste broer, of de middelste broer, die hebben het overgenomen en die hebben het voor mij gedaan. En daar werkte ik bij. En zo ben ik uiteindelijk. Want ik kende jouw moeder niet, maar ik kende jouw moeder veel eerder als jou uit verhalen van Tobias. Ja. Want wij reden toen door, wij waren een paar jaar goed door het land gereden. En dan, was je toch altijd heel erg vol lof over jouw moeder. En toen kreeg ik ook eerst foto's te zien. En dacht ik, oh, dat is precies Annemarie. Het is grappig, want dat zeggen ze nu van Lisa. Je bent precies je moeder. Ja, maar ja, als ik dan weer je vader je zie. Voorstellen, mijn oma heeft met mijn moeder gewerkt. Ik heb met mijn moeder gewerkt. En ik werk nu met mijn dochter. Ja, top hè. Leuk is dat. Ja, dat is toch geweldig. Dus de eerste keer dat ik met mijn dochter achter de bar sta, heb ik er echt zo aan aankijken. Zo van, oké, dit is echt wel heel bijzonder wat nu gebeurt. Ja, is heel leuk. Maar is dat het succes van Nol? Wat is volgens jou het succes van Nol? Dat het zo toegankelijk is voor iedereen? Dat het ooit begonnen is met de deuren open te gooien voor ander soort mensen, zeg maar? Weet je wat het grappige is? Dat ik het niet zo goed weet. Nee. Dat ik weet het niet zo het is heel natuurlijk, goed. Ja. Ik denk het is dat een begrip het geworden, succes... maar waarom is het een begrip geworden? Nou ja, dat is, weet je, dat iedereen zegt, ja, het is een begrip. Ja, oké, het is een begrip. Ik ben wel van mening dat op het moment dat wij het niet vast kunnen houden, dat begrip ook helemaal niks meer voorstelt. Nee, hoor. Precies. Ja. Dus ergens doen we toch iets goed. Ja. Is het het volkse? Ja. Denk ik. En de hoek en altijd hetzelfde gebleven ook. Dat denk ik wel. Mensen komen naar ons toe met een bepaald verwachtingspatroon. Natuurlijk een bloedmooie wijf achter de, en je vriendinnen toe. Ik kijk niet zo vrolijk, dus ik weet niet of dat naar de truc gaat doen. Nou ja, goed. Nee? Nee, blijkbaar. Hoor je dat kijk, vaak? Hoor je dat vaak? Ja. Is er iets of wat ook? Ja. Ik schijn, als ik het helemaal druk heb en geconcentreerd ben, schijn ik een gezicht op onweer te trekken. Oh. Plus dat ik ook heel vaak vind dat mensen gewoon of horeca, de horeca niet begrijpen of gewoon uit de keet van het weiland komen en denken. Dat ik denk, ja, joh, die staat er echt helemaal links van, hier word ik doodmoe van. En dan is het vaak tegen mij, kan jij niet lachen? En dan zeg ik, hoezo, ik vind je helemaal niet grappig. Nee. Huh? Ja, zeg je, ik vind je niet grappig, dus waarom moet ik lachen? En dan kijk je wil er gewoon twee bier. En dan kijk ik zo. Met die ogen, ja. Zo van, ja, wat zeur je nou, man? Ja. Ja. Hou eens op, alsjeblieft, twee bier. Ja. Ik had het ook al in het begin. Ik dacht van, nou, die is afstandelijk. Ja. En daar kan je niet makkelijk doorheen. maar ja, dan ga je eenmaal met je zitten kletsen en doen. Dan valt het wel mee. En, ja, dan valt het wel mee. Ja, maar jij had me te pakken op Martijn zijn bruiloft. Want dat weet ik nog wel. Toen ging het over mijn moeder. Ja, toen zijn we een beetje losgekomen ten opzichte van elkaar, hè? Ja. Ja. Toen kreeg je een hele discussie omdat ik moest spreken in Paradiso. Oh ja, jij moest wat zeggen. We zaten daar zaten we niet op zo'n laag krukje? Ja, we zaten in het zonnetje op zo'n bankje. Ja, je kwam ook weer net weer terug van vakantie, dus je had echt gewoon zwarte onderbeen. Dat is vaak, hè? Ze werd groter gemaakt. Dat ik net terugkom of bijna weg. Oké. Ja. Toen zei je van, oh nee, dan moet ik straks in de aandacht en dan moet ik het woord vragen en bla bla bla. Ik weet niet waar het toen over ging. Maar toen zei ik, en dan kan ik niet om mijn moeder heen. En mijn moeder leeft niet meer. Nee. Ik zei, dat kan ik niet. Dat kan ik niet zonder te halen. Nee, dat gaat niet. Proost. Nou, het is een goede afsluiting.
lachend het staan. Nee. Ja, heb je dat zo. Ja. Hoe oud was je moeder toen ze stierf dan? Dat was echt jong, hè? Ja, ik denk als het je moeder is, dat het altijd jong is. Ja, maar echt. Ja. Ja, als je moeder 86, 87 is, of 93, denk je nou. Ja, maar ja, goed, blijf je moeder. Ja, dat is zeker. Ja. Hadden jullie een heel goede band? Ja, tuurlijk. Maar mijn moeder is ook onderdeel van Café Nol. Dus op het moment dat je dan het 50-jarig bestaan in Paradiso viert, dan voel je wel heel duidelijk dat er een schakel is die ontbreekt. Ja. Weet je wat ik ook zo tof vind bij jou en bij jullie? Dat heb ik zelf namelijk helemaal niet. Dus al die geschiedenis, al die foto's en al die filmen. Al die foto's. Ik heb gewoon twee foto's van dat ik klein was. Ik zei de vorige keer tegen je, kom een keer bij me in de kelder kijken. Ja, voor die cd'tjes. Singles. Alle 45 toeren singeltjes die ooit gekocht zijn, staan bij mij in de kelder op alfabetische volgorde van Happy en Happy. Je weet niet wat je ziet. Maar is de kelder toegankelijk ook voor om een middag te organiseren? Nee. Nee. Neem ik gewoon een platenspelertje mee? Nee, nou zeg je gekke dingen. Ja, oh, dat... Kijk, daar houden eigenaresse Hans. Echt waar? Mijn tante. Ja? Ja, dat is mijn tante. Hey, tante. Hallo. Hi, zing, hallo. Nee, we zijn al net geweest. Ja, we zijn een beetje aan het afronden. Ik hoorde al zingen, denk, wat komt dat zien? Ja, dus ik heb net over je verteld, dus met tante Hans. Dat zag ik al, wat gezellig. Ja, we zitten met Lisa gereden, die is nu naar de tandarts. Okay, nu zit een beetje nolde geschiedenis een beetje te betraven. Nicole staat, ik ga naar het ziekenhuis. Oh. Oké, doe hem de groetjes. Doei. Doeg. Dan blijf je gewoon staan, dan komt heel veel familie nolde gewoon voorbij. Ja hoor, als je lang genoeg wacht wel, want als Toby dit op... Als Toby dit ziet, springt hij op zijn Harley. Dan komt hij dan. Toby zit volgende week in de auto. Oh echt? Ja, die was al, maar toen had ik iets, een betaald optreden. Toen moest het verschuiven. En die zal een paar weken aan het repeteren. Die wil één nummer zingen. To all the girls I loved before. Nou goed, daar hoeft hij niet voor te repeteren, want dat deed hij vroeger al. Oh, op de karaoke bij de family. Ja? Ja. Want ik zei van, ja, wat wil je daar zingen, Toby? Ik zeg, ja, doe jij lekker, laat mij zingen, doe jij lekker het geluid. Hij zegt, nee, hij zegt, ik ga To All The Girls Have Loved Me For. Oké, ik zou me heel erg focussen op de weg, want de kans dat je tegen een boom aanrijdt is vrij groot. Is het zo erg? Nou ja, goed, wij kunnen gewoon niet zingen en hij moet niet net doen alsof dat wel zo is. Nee, maar dat doet hij ook niet. We hebben andere talenten. Ja, precies, maar dat doet hij ook niet. Hij zei, ik ga het wel zingen, ik doe er één. Nou, ik vind het dapper. Dus ik ben benieuwd hoe die rit gaat. Ik vind het dapper. Het zou leuk zijn als we weer eens wat meer klusjes samen zouden krijgen. Op een of andere manier schiet dat er een beetje bij. Wie krijgt geen klusjes? Jij niet? Of Toby niet? Nee, allemaal een beetje apart van elkaar. We hebben natuurlijk bingo's gedraaid in Amsterdamse avonden. En ik ben natuurlijk ik ben een heel trouw persoon. Dus als ik een Amsterdamse avond heb en de geluidsman is iemand anders dan Tobias. En uit dat feest komt weer een nieuw feest. Dan neem ik die geluidsman mee. Weet je, okay, omdat wij samen, ja, ze hebben ons samen aan het werk gezien. Dus, en in het begin was ik natuurlijk alleen maar met Tobias. Konden we eigenlijk altijd samen. En op een gegeven moment dan, en dat heeft Tobias ook wel. Kijk, als hij ergens is en hij staat met de zangeres en ze vinden die combinatie leuk. En dan vraagt hij, zo gaat het. Je bent natuurlijk, je hebt geen contract getekend met elkaar. Nee, oké. Oké, ik moet betalen. Ja, je krijgt deze speldje op. Krijg ik een speldje? Mm-hmm. Wil je eens betalen? En vergeet me niet. Ja, dat maakt me niet uit of ik nou een speldje of ik moet toch betalen. Nou, ik vind het. Ik heb hier. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het heel gezellig heb gehad. En ik vind het heel vervelend dat je een aanrijding hebt gehad, maar ik heb er wel om gelachen. Dat moet ik dan ook nog weer heel eerlijk toegeven. Dat je denkt, oké, dit verzin je toch niet? Fucking hell. Dit verzin je toch niet? Ja, dan moet je er ook echt uit. Maar goed, maakt niet uit. Even voor de... Je gaat hem niet in mijn roze pak prikken. Nee, ik heb hier een vergeet me nietje van jou, lieve schat. Die geef ik in je hand. Ja, die ga ik op zeker bewaren. Ja, doe hem op een oud spijker een keer wat. Nee, ik ga hem op mijn t-shirt van Café Nol doen. Kijk, dat bedoel ik. Ook al sponsor je Alzheimer voor €5 krijg je al zo'n speltje. Ik heb een hele tas van ze gekregen toen ze hoorden dat ik voor hun aan het rondrijden was. Echt heel leuk. En het bedrag wat je zo meteen aan mij gaat geven voor Alzheimer gaat een deeltje van naar onderzoek op jonge leeftijd. En het grootste gedeelte gaat naar jou. Nee, was maar waar. Ik houd wel een eigen beheer. Ik ga allemaal verzorgen. Vind je er helemaal niks aan? Nee. Nee, ik ben nu zo brutaal dat ik Aline heb gezegd, je moet de benzine uit je potje pakken.
Dus ik wil net zeggen, ik vind het ontzettend lief en een heel mooi, initiatief. Maar er helemaal niks aan verdienen, dat is niet handig. De benzine. En dan zou je wel weer zeggen, ik waar dat ik zo brutaal was als jij, maar het is gewoon niet handig. Nee, dat snap ik. Maar dat zeggen meer mensen. Maak je een liedje 15 euro. Ja, nou ja, goed, whatever. Misschien als ik ermee doorga, dan komt het nog. Maar de rest van het geld hou ik in eigen beheer. En ik ga alle verzorgingstehuizen in een hooggoed gooien. Dat trek ik er naarmate ik geld heb een aantal uit. Ga ik een muzikale middag organiseren. Neem ik mijn platenspelertje mee. En ik ga eens een keer artiest wel betalen voor belangeloos te werken. Want heel veel van ons artiesten uit ons niveau staan in verzorgingstehuizen. Gaan voor niks te werken. Dus ook eens leuk als je gewoon 50 euro krijgt. Het gebeurt. Dat is heel leuk als je 50 euro krijgt. En een advocaatje met slagroom en een borreltje en dan weet ik veel wat. En dan komt het weer terug, want het allerleukste wat mijn moeder vond was zingen, roken en bier drinken. Ja, nou dan had ik het goed met je moeder op kennis schieten. Ja. Nou, bier dan niet. Ik hou niet van bier. Wat drink jij? Hij is ook idioot natuurlijk, hè. Ik verkoop het meeste bier van Amsterdam, maar ik hou zelf helemaal niet van bier. Sterker nog, ik ben helemaal geen drinken. Nee, ik ook eigenlijk niet zo. Ja, ik vind sambuca lekker. Wat vind jij een lekker drankje als je ergens zit? Het allerlekkerste vind ik Souderen Comfort met spaarrood. Souderen Comfort. Dat is whisky. Ja, whisky lekker. Met spaarrood? Met spaarrood, ja. Ja? Ja, met spaarrood. Dan maak je een soort whisky-frisdrank van. Ja, zoiets. Dan, hoeveel krijg je van me, schat? Ik weet het niet, hoeveel liedjes hebben we gedaan. Vier? Dat is, had ik ook met jou gesproken? Dat is, dan ga je. 4 keer 13. Serieus is 52. 52. Ah, zeg hem, gaat nou goed? 13, ja, 26 en 60, ja. Ja, kijk, 52. Ja. Jongens, voor goed. Alzheimer van Annemarie van Café Nol. Helemaal te gek. Hij gaat in de grote pot. En dan ga ik jou eruit laten. Moet ik ergens toe bellen? Ga je naar binnen? Nee, ben je gek? Dit is mijn scooter. Staat hier. Geen met 3 dikke ik woon zelf om de hoek. Dank je. Dag, lieve schat. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Dat je erin in wilde zitten. Heb ik nou mijn cd? Ja, ik heb mijn cd. Die heb je in je hoesje gedaan. Ronald in het hoesje van Wesley Bontos. Neem jij die bekertjes mee, want anders gaan ze over me of zo. Ja, want jij bent levensgevaarlijk in dat ding. Zeg even dag tegen de mensen thuis. Dag mensen thuis. Daar. Ik denk dat Lisa nu zo bij de tante zegt. Met die telefoon. Om te kijken. Ja, nee, dat kunnen we zo zien. Nee, dat denk ik niet. Hey, fijne dag, mop. Hey, jij ook. Kijk je uit. Ja, ik doe mijn best. Ik zie je morgen. Laat je hem even weten hoe het afloopt. Ja, ben ik ook benieuwd naar. Laat je niet piepelen door hem, hè? Nee. Ja, ik weet het niet. Ik heb dat nog nooit aan de hand gehad. Nee, maar niet laten piepelen. Maar als je er met 100 euro vanaf komt, dan... Mag ik mijn handjes dichtknijpen? Ja, dan moet je de verzekering erbuiten laten. Ja, precies. Daar heb je helemaal gelijk in. Gaan we dag doen. Lieve schat. Dag lieverd. Doe voorzichtig. Ja. Doei. Doeg. Ja, hij is dikker.